Ik ben Floris van den Berg. Ik ben actief in allerlei humanistische organisaties, zoals Denk Denk Verlichtingshumanisme, het Center for Inquiry Low Countries en Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte. Ik ben blij dat ik ook deel mag nemen aan het Darwin Day 2009, het symposium getiteld De Brave Aap, waarin de discussie zal staan op de mens inderdaad braaf is, ja of nee. Mijn stelling is dat de mens braaf kan zijn en dat een moreel wezen zou kunnen zijn, maar dat we dat lang niet altijd doen, maar dat het Darwinisme daar wel mogelijkheden voor biedt. Mijn belangrijkste punt wat ik in wil brengen is dat ook de mens niet meer een bijzondere status heeft in het dierenrijk, want we zijn één van de dieren en dat we net zo veel rechten hebben of dat we net zo op hetzelfde niveau staan als ook de varkens. Wat ik wil betogen is dat de relatie met de dieren drastisch zou moeten hervormen als we Darwin serieus nemen. Dus tot de afschaffing van de intensieve veehouderij. Daarover en meer wil ik discussiëren en argumenteren op Darwin Day 2009.